We hebben namelijk deze vrolijke jongen hebben ook hier. En dat is, weet ik niet, ik heb geen naam gehoord. Hoi! Ah, hoi heet je. Is dat je naam? Nee, nee. Oh. Dit is een kleine buikspreekpop. En die pop die kun je natuurlijk gebruiken in je kindershows. Ja. Wat zeg je? Ja. Oké. Okay. Ik ben geen buikspreker hoor, maar om levenloos te laten zitten is natuurlijk ook niks. Deze pop, je gaat dus met de hand in zijn rug. Wat is er? Ja, ik weet dat ik met je hand in je rug zit. Ja, doet pijn? Oké, dat is goed. Oké. En daarmee kun je uiteraard zijn mond open en dicht laten bewegen. Hey, Hou eens op. Laten bewegen. Nou ja, dat soort dingen kun je er allemaal mee doen. Het is een popje van 60 centimeter, zeg maar ongeveer. Allemaal van stof. Mooi gemaakt. Achterkant kun je ook gaan laten zien. Je gaat met je hand onder zijn trui, zeg maar. Hier ga je erin, zeg maar. Leuke prijs ook, €55. Leuk popje, leuke prijs. En het is wat je er zelf mee wil. Je hoeft niet te kunnen buikspreken, want op het moment dat de pop gaat leven, ik ben geen buikspreker, maar als je net zag dat die pop, zeg maar, een eigen leven gaat leiden terwijl jij praat, dan is het voor kinderen al interessant genoeg om daar te gaan kijken. Ondanks hoef je niet eens te praten. En als je dan met een ander stemmetje praat tegen de pop, is dat al meer dan genoeg. Mocht je dan zeggen, nou, ik wil wel buikspreken leren, dat kan. Buikspreken is niet moeilijk. Je moet alleen even leren welke letters je op welke manier uitspreekt met je mond dicht. Dan hebben wij een dvd en die heet Talk Like a Dummy. Talk Like a Dummy leert jou buikspreken. Het is een Engelse dvd, maar in principe kun je daar in het Nederlands ook mee uit de voeten. Want het gaat meer om het vervangen van letters. Kost €20.